Bij lichte afdalingen waar het niet nodig is om te remmen, en dat zijn meestal de ruimere bochten, stappen we de bocht om. De knieën zijn gebogen en het gewicht moet op de hielen staan, zodat de punten van de skis, als we de bocht omstappen, uit de sneeuw komen. Kleine pasjes opzij, waarmee alleen de richting verandert. Eerst de binnenski van de bocht in de nieuwe richting zetten. En dan pas de andere. Bij deze staptechniek, zonder de stokken te gebruiken, moeten we de binnenste ski van de bocht niet te veel naar voren zetten, maar een halve voetlengte voor de andere. In vlakke en licht stijgende bochten passen we de schaatstechniek toe. We verliezen zo geen snelheid, we kunnen zelfs harder gaan. Bovenlichaam iets voorover en licht gebogen door de knieën. Het lichaamsgewicht vol op de voet laten rusten. De binnenste ski van de bocht optillen en niet alleen verplaatsen, maar ook in de bochtrichting zetten. Met het linkerbeen maken we een sterke afzet, waarbij het wel lijkt alsof de ski de bocht uitvliegt. Maar om niet de bocht uit te vliegen, moeten we met ons bovenlichaam helemaal in de bocht hangen. Dus binnenski veranderen van richting en afzetten vanaf de wegschaatsende buitenski terug naar de andere.